Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag vrijdag 4 februari. We starten vandaag weer met een kijk op de COVID-dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn er de 744 swabs die zijn afgenomen, 388 personen positief getest op het coronavirus. Van de geteste personen is 50,1% en dit terwijl volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dit percentage onder de 10% dient te zijn. Het reproductiecijfer staat op 0,62. Sinds de Omicron zijn intrede heeft gedaan, worden we dagelijks geconfronteerd met doden. Zo ook het afgelopen etmaal, toen er 3 doden werden genoteerd. Sinds de COVID-pandemie in februari 2020 tot heden zijn er in totaal 1274 mensen overleden en 74.858 mensen zijn positief getest. In de ziekenhuizen worden er 74 mensen behandeld en op de intensive care units hebben 13 patiënten intensieve zorg nodig. Alleen in Paramaribo zijn er 170 nieuwe gevallen geregistreerd, gevolgd door Wanica met 90, Kommerwijnen met 26 en Saramaka met 21 nieuwe gevallen. Met de komst van de Omicron variant die zich supersnel verspreidt, staat onze gezondheidssector weer eens onder druk. Dat zegt medisch directeur bij het Slans Hospitaal tegenover het COVID-journaal op de vraag als we de piek al bereikt hebben. Niet alleen Suriname hebben we te kampen met de vele besmettingen, maar overal ter wereld. Een voorbeeld is de situatie in Nederland. We hebben gezien dat het aantal besmettingen lichtelijk naar beneden gaat. Dus ik durf nog niet te zeggen of we die piek echt hebben bereikt, want de ene dag is het iets meer dan de ander. Die R is in ieder geval al omlaag, zit al onder de 1. Maar wat je dan ziet is dus dat de opnames die volgen die trend van afnames aan besmettingen. Dus terwijl de besmettingen omlaag gaan, gaan die opnames juist omhoog. Maar dat is overal in de wereld zo. Dat zien we nu ook bijvoorbeeld in Nederland. De COVID-afdelingen lopen daar nu vol. Maar ook, ook in de rest van de wereld nemen de besmettingen grote vaart. Grote aantallen aan besmettingen. Dus het is de vraag hoe wij dat hier gaan doorlopen. Maar voor nu kan ik zeggen dat de afdelingen wel nu te maken hebben met een hogere druk. Om richting het nieuwe normaal te gaan, zullen wij allemaal de eigen verantwoordelijkheid in handen moeten nemen. Die oplossing ligt bij onszelf en dat zoals steeds weer de oproep gedaan wordt. Laat je vaccineren. Nog steeds lopen er mensen rond die nog nooit zijn gaan vaccineren. En dat is heel teleurstellend, zegt de medisch directeur. De oplossing, laten we allemaal een deel zijn van de oplossing. En wij zijn niet bekend met de ontwikkelingen. Wij kunnen alleen volgen wat er in de wereld gebeurt. En kijken wat we daaruit kunnen halen. En wat we tot nu toe zien is dus dat de vaccinatie wel een middel is om een deel van de oplossing te zijn. En richting een nieuw, hoe je het wil noemen, nieuw normaal of het normale wat we gewend waren, richting die kant op te gaan. Dat zien we gewoon in 2 landen, Denemarken, Engeland. Dat ze van al die regels afkomen. Zelfs het vaccinatiebewijs is daar niet eens meer nodig. Dus als wij met z'n allen, ook in Suriname, die kant op willen gaan, laten we kijken hoe we dat kunnen doen. En het advies is dan om toch te vaccineren. Ik wil echt de mensen oproepen. De mensen die nog nooit zijn gaan vaccineren, want dat is die teleurstelling, die eerste prikkers noemen de mensen dan, die komen gewoon niet. In een eerdere uitzending had de coördinator van het NCT, Dr. Javier Asin, het over de Omicron variant dat die niet onderschat moet worden. Ook Dr. Sunita Nananpandey stoort zich aan het gedrag van de burgers die de maatregelen niet in acht nemen en waarschuwt ook dat de Omicron variant niet onderschat mag worden. Dat gedrag van de mensen is allang een beetje veranderd, hè? Ook toen Delta er was. Dus men had zoiets van ja, zolang je het niet zelf meemaakt, dan men hield zich niet aan de regels. Met Omicron is het probleem. Het is misschien mild, zeker bij de mensen die gevaccineerd zijn. Maar door de hoeveelheden van de besmettingen krijg je dus ook het deel dat wel ernstig ziek wordt, dat wordt ook meer. Dus het heeft met de aantallen te maken. Het grootste deel die heeft milde klachten nogmaals. Maar als een heel groot deel van de mensen ziek wordt,
gaat daarvan een groot deel ook weer ernstig ziek worden. En daarvan een deel ook weer een groter deel dat op de IC terechtkomt. Dus het heeft te maken met de aantallen. Beseft u wel hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren? Het ligt geheel aan onszelf als wij met z'n allen terug willen naar het normaal leven zoals dat nu het geval is in Denemarken. From today, Denmark is lifting coronavirus restrictions, including the COVID-19 pass for entry to public places. Despite record infections, authorities say Omicron was the game changer. A very large fraction of the population is infected, and the range between the start of a peak and the peak is only 20 days. So the strategy now is to shield the vulnerable. We have to protect the vulnerable and avoid disruptions to the schools, the economies and the health system. As with elsewhere in Europe, late-night entertainment venues in Denmark have paid a heavy price in the pandemic, and they say they'll now have to scramble to recruit staff. But at least for now, the country's returning to something like normal. Zouden wij dat ook niet willen in Suriname? In Denemarken is tot heden 81,2% van de bevolking volledig gevaccineerd. Laten we even kijken naar de vaccinatiecijfers hier in Suriname. Met een kijk op de vaccinatiedashboard zien wij dat tot heden er 264.930 mensen een eerste dosis hebben ontvangen. Dat is 44,7% van de totale populatie en 55% van de doelgroeppopulatie. 31.695 prikken zijn als eerste dosis toegediend, wat het percentage onder de totale populatie brengt op 5,27% en 6,58% van de doelgroeppopulatie. 233.235 prikken zijn als tweede dosis toegediend en dat is 38,80% van de totale populatie en 48,42% van de doelgroeppopulatie. Bij de boostershot zijn er 41.132 prikken toegediend, wat het percentage op 6,84% van de totale populatie brengt en 8,54% van de doelgroeppopulatie. Tot heden zijn er 539.297 prikken gezet. De zeer overdraagbare Omicron-variant is nu verantwoordelijk voor de helft van alle infecties in de wereld. Maar Omicron is een overkoepelende term voor verschillende nauw verwante afstammingslijnen van het SARS-CoV-2 coronavirus, waarvan de BA1 afstamming de meest voorkomende is. Nu melden meer landen, met name in Azië en Europa, een toename van het aantal zaken als gevolg van BA2. Hoewel BA2 meer overdraagbaar lijkt te zijn dan eerdere varianten, zijn er nog geen gegevens die erop wijzen dat het ernstiger is. BA2, another type of Omicron. No one is really surprised. As long the virus continues to multiply, new mutation will pop. Guaranteed, that is the lifestyle of the virus. But this one is a sub-variant, so what does that mean? The regular Omicron we've been dealing with is BA1. You can kind of think of them as sisters in a family, that they're related to each other. They have a common parent that they both were derived from, but they're slightly different from each other. BA2 has different mutations, and experts say we don't yet know enough about it. It's picking up speed in places like the UK, India, and Denmark, where it's the most dominant strain. We've detected it since November. Canada's top doctor says more than 100 cases have been identified here, and public health is monitoring closely. International data suggests that it could potentially have an increased advantage on spread, but there doesn't seem to be any specific increase in hospitalizations or the severe outcomes. It may be more subtle, but it needs to be watched, it needs to be studied. The subvariant has picked up the nickname Stealth Omicron, which this virologist calls misleading. Calling it the stealth variant implies that it somehow acquired sneaky superpowers that it doesn't have. If you have BA2, a PCR test will still tell you you're COVID positive. It's just not able to detect the specific subvariant. Sequencing is needed for that. For most people, though, I don't think they really care which particular sublineage of the Omicron variant they're infected with, because it doesn't really change what they need to be doing next. De subvariant van de Omicron is nu in 57 landen ontdekt, zegt de WHO. In sommige landen is BA2 verantwoordelijk voor meer dan de helft van de gesequenced Omicron gevallen, voegt het toe. Op
sommige plaatsen was de groei in geregistreerde gevallen van de subvariant scherp. Volgens het Deense Statens Serum Instituut, SHI, stegen BA2-infecties in januari tot ongeveer de helft van de gerapporteerde COVID-gevallen in het land. India is een ander land waar BA2 volgens moleculair bioloog Bijaya Daglal in hoog tempo de variant Delta en Omicron BA1 vervangt. Het is al de dominante variant in verschillende staten en heeft waarschijnlijk de recente derde golf van infecties in het land veroorzaakt. Er zijn gegevens die erop wijzen dat BA2 tot een ernstiger ziekte leidt dan eerdere Omicron-subvarianten. Net als bij eerdere varianten geloven experts dat vaccins zeer effectief zullen blijven tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en overlijden. We moeten waakzaam blijven en vaccinaties nemen. We moeten allemaal regelmatig blijven testen en een PCR-test doen als de symptomen zich ontwikkelen. We zijn met deze informatie aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ik wil u namens de hele redactie van het COVID-journaal u een heel goed weekend toewensen en vergeet niet ten alle tijde de Mohana-maatregelen toe te passen. Tot de volgende keer. Be safe.